Goedemorgen, ik heb een beetje verslapen. Nou ja, verslapen. Ik heb daar zelf voor gekozen. Het is 11:30 al. En ik heb net mijn bed opgemaakt. En ik ben serieus, dus nu pas net wakker. Maar ik heb echt een torenhoog to-do-list voor vandaag. Dus dat is niet zo chill dat ik dat heb gedaan. Maar ik had zo'n leuke droom dat ik wou zo graag blijven slapen. Ik heb om 1 uur heb ik een afspraak. Dus ik moet echt snel gaan eten, snel gaan aankleden. En ik moet nog een thumbnail maken voor de video die vanmiddag online komt. Nou, gelukkig is dat niet zo heel veel werk. Daarna moet ik meteen door naar mijn vader. Met papieren aan de gang en dergelijke. De was op Fouke gelukkig vanavond ook. Cadeautje omruilen kan vanavond ook. Want het is donderdag en dan is het koopavond hier in Nijmegen. Als het goed is, als ik nu echt ga beginnen met werken, dan komt het gelukkig goed. Maar ik moet me nu echt heel even gaan opschieten en klaar gaan maken. Oh, dat is echt slecht voor mij. Maar goed, ik ga beginnen. Zo, ik heb inmiddels een beetje opgemaakt. Ik heb hier nog steeds die stomme uitslag. Het gaat wel een beetje meer weg, maar. Oh my god! Ik zie nou iets. Dit is echt bizar. Ik liet jullie gisteren toch God, zie mij, nou kom ik niet aan mijn woorden. Ik liet jullie gisteren toch die bloemen zien die ik van Chloe heb gekregen. Van mijn schoonzusje. Deze is nog wel vet mooi, maar deze is echt sneu. Oh, dat vind ik echt kut. En ik heb nu echt geen tijd meer om iets eraan te doen of zo. En ik heb net heel snel een krentenbol gegeten en een container binnen geslurpt. Maar ik haat het echt als je zo moet haasten. En nou ga ik heel even kijken welke schoenen ik aan ga doen. Want ik twijfel tussen deze van Lovies. Deze vind ik persoonlijk heel erg tof. En op zich bij mijn outfit. Ik weet niet of je het echt kan zien. Maar ik heb ja, een soort van lange trui aan. Maar ik heb ook gaten in mijn panty en zo. Ik ben echt een beetje een sloeber. Maar of ik dus deze schoenen aandoe. Of deze. En die heb ik van de Primark. En die lopen op zich wel heel chill. Ja, ik denk dat ik voor die blauwe ga. Want dat past denk ik. Dat is meer iets sportiefs voor bij mijn outfit. Dus ik ga snel even mijn schoenen aandoen. Mijn jas aandoen. En dan naar mijn afspraak. Ja. Zo. Het is nu 1:05. En om 1 uur heb ik dus een afspraak. Dus ik moet even heel snel doorlopen. Al altijd gehaast. Dit is niet mijn ding. Maar goed. Ik ben benieuwd, staan jullie altijd op tijd op? Of moet je 's ochtends ook altijd haast? Nou ja, 's ochtends, het is inmiddels soms middags. Maar goed, ik ga nu heel snel doorlopen naar mijn afspraak. En daarna ga ik naar mijn vader toe. Dus dan zie ik jullie zometeen weer. Ik sta nu in de wc en het is hier een heel vreemd licht. En ik vind het echt een beetje eng. Maar ik wou dit heel snel aan jullie laten zien. En dan ga ik weer terug naar mijn afspraak. Doei doei! Inmiddels ben ik in Beuningen gearriveerd. Ik ben onderweg naar mijn vader. Ik heb eigenlijk een verkeerde lijn gepakt. Dus dan moet ik heel even een klein stukje lopen. Maar ja, het is op zich allemaal niet zo heel erg. Gelukkig is het droog, want het ziet er niet echt uit dat het droog gaat blijven. Weet je wat het is? Altijd als je op straat aan het vloggen bent, kijken mensen je altijd aan van wat de hel is zij aan het doen. Het zou gewoon eens legaal moeten zijn. Dat mensen gewoon kunnen vloggen op straat en dat niemand zich meer hoeft. Dat niemand ons meer hoeft aan te kijken dat wij aan het vloggen zijn. En dat we onszelf filmen. Ik bedoel, boeien. Lekker boeiend. Gewoon. Ik ga misschien heel even, nadat ik bij papa ben geweest, nog heel even naar mijn moeder. Maar dat weet ik nog niet zeker. Want mijn moeder is pas laat thuis. En ik moet eigenlijk ook nog de stad in. Maar dat kan eventueel ook wel morgen. Oh, mijn leven is zo hectisch. Trouwens, ik krijg heel vaak berichtjes onder mijn YouTube-video's of op mijn blog. Van joh, ik zag je lopen in Beuningen. Kan dat? Ja, dat kan zeker. Want zowel mijn vader, mijn moeder, mijn zus en mijn broer wonen in Beuningen. Dus ik ben best wel vaak in Beuningen. En mocht je me zien, dan moet je me gewoon aanspreken. En dan zeg ik, hey, chill. En dan zeg ik, hey, hoi. En dat vind ik alleen maar leuk. Dus mocht je me een keertje herkennen en je me zien in Beuningen of Nijmegen of waar dan ook. Mag je gewoon altijd naar me toe komen. Dan moet je niet voor inhouden, dan weet je dat. Maar goed. Ik loop een beetje de toeristische route naar mijn vader toe. Want er is eigenlijk iets wat ik jullie heel graag wil laten zien. En dat vind ik eigenlijk wel heel leuk. Want kijk, dat is de triangel. En daar heb ik op school gezeten. Het is mijn basisschool. En ik ben benieuwd wat voor mensen zijn die ook op de triangel hebben gezeten. Van mijn volgers. Dus als dat is, laat dat even weten in de reacties. Nou, ik vind het al leuk om dat weer te zien. En dan denk ik, oh ja, mijn oude schooltje. Jo. Hi. Ja. Jo. Jo, goed zo. Volg. Vrij. Zo, we zijn nu bij papa. Met de hond aan het uitlaten. Dit is Jo, dat is onze bruine labrador. Die hadden we altijd bij papa. En ik vind dat gewoon leuk om een hond uit te laten, want ik vind honden leuk. Dus ja, en papa die is al voor de beestjes aan het verzorgen, want we hebben namelijk nog veel meer dieren hier. Joey? Ja, Joey. Ik word er altijd vrolijk van. Ik denk dat ik daarna nog heel snel langs mama ga. En dan zien jullie koken misschien ook nog even.
Oh. Ja, weet je wat het is met zo'n grote hond? Die trekt altijd zo hard. Moet ik al terug en weg. Je kunt Joe in principe ook los laten lopen. Maar ja, dat mag niet van de gemeente. Ik heb een keer een bekeuring gehad omdat ik losliep met Joe. En Joe die is eigenlijk perfect om los mee te lopen. Zelfs niet hoe goed een hond ook luistert. Je mag een hond niet los laten lopen. En ik kreeg toen een bekeuring van volgens mij €76 of zo. Maar ja, kijk, dit soort onzin, dan moet je dan allemaal op gaan wachten. Terwijl als hij losloopt, dan loop je ondertussen gewoon verder. En dan loopt hij daarna blij achter je aan. Maar ja, dat mag dus niet. Om lang verhaal kort te maken, het is prima. We lopen gewoon lekker aan de riem. Kijk, ik ben nu thuis en ik wil jullie heel graag wat laten zien. Want ik zei net, we hebben namelijk nog veel meer dieren hier. Want kijk. Papa heeft toen 2 varkentjes. En in de tijd dat we deze 2 varkens kochten, toen waren het nog mini varkentjes. En dat zouden ze ook eigenlijk blijven, maar dat zijn ze inmiddels niet meer. Het is een beetje ingegooid door modderpoel, maar dat vinden varkens juist wel fijn. Maar ze hebben een hele grote ren en ja, ze hebben het erg naar hun zin. Dus dat is wel grappig. Ik moet altijd om lachen. Elke keer als ik ze zie, lijken ze weer dikker. Kijk, we hebben een taart voor mijn zusje, die is morgen natuurlijk jarig. Mijn papa die is hier al die hele versiersels en dingen aan doen. En het is een My Little Pony. En dan hier staat 31 jaar. Kijk, papa is nou een vuurfontein erin aan het steken. Joey wil helpen, maar ja, hij kan natuurlijk niet helpen, die Joey. Kijk, dat is mijn zus, dat ben ik en dat is mijn broer. Nou, ik zie hem niet heel goed, maar weet je het idee. Ja! Woe! Voor de enige echte jarige job. Nou, we heffen het glas, Ellen. Op de 30. Op de 30. En op naar de volgende 30. Hey! Hoera! Proost! Proost! Zo, ik kom dus net van Ellen af. Ik heb mijn zus samen met mijn vader en mijn broer en mijn stiefmoeder heel veel verrast. Omdat ze 30 jaar is geworden. Nou ja, eigenlijk is dat dus officieel pas morgen. Morgen vieren we het ook pas echt. Maar we hebben er vandaag al verrast met een taart en met champagne. En we hebben een liedje voor haar gezongen. Als verrassing en dat was echt super leuk. En nu loop ik nog even naar mama. Ik doe altijd een rondje beuningen, dat vind ik leuk. En ik ga vanuit mama ga ik dan weer richting huis. En dan is het alweer laat. Het is nu geloof ik 7 uur. We hebben al de... Sorry. Ja, dan dat. Ik ben nu in ieder geval onderweg. Naar mijn mami. Kijk, weet je wat ik zo leuk vind aan Beuningen? Is dat naast dat... Hé, hey, dit is Coco! Dit is mama! Weer een gat in de broek. Ah, ik word ondertussen opengekrapt door Coco. Hallo schatje. Nou, dat is mama dus al. Maar ik wou in ieder geval zeggen dat ik die kerst zo leuk vind. Nou, hallo mam. Hi. Zo, ik ben net thuis. Mijn haar is echt boem. En ik baal heel erg van iets, want ik had een heel leuk stukje film opgenomen voor het feit dat wij, zeg maar als verrassing bij mijn zus, via de tuin kwamen. En we zongen een liedje voor haar verjaardag en je zag haar reactie en zo. En toen wilde ik dat filmpje aan mijn moeder laten zien, want ik ging dus aan het einde van de avond ging dus naar mijn moeder. En toen merkte ik dat ik dus niet gefilmd had. Dus daar baalde ik heel erg van, dus die beelden ben ik kwijt. En het was echt een mooi moment. En ik weet wel dat mijn broer het ook heeft gefilmd, maar ik kan het in ieder geval niet verwerken in de vlog. Maar gelukkig zitten er nog wel andere beelden in. Toen we bijvoorbeeld gingen proosten en zo. Maar ja, ik vind het heel jammer dat ik die beelden in ieder geval niet kan gebruiken in deze vlog. Het is nu 11:30 en ik ga lekker douchen. Zodat ik fris en fruitig ben voor de verjaardag van morgen. En daarna ga ik nog heel veel skypen met Milan en dan duik ik lekker mijn bed in. Mocht je afvragen wat zoveel herrie maakt op de achtergrond, dat is mijn verwarming. Want het is hier namelijk ijskoud en ik heb de verwarming aangezet. Maar volgens mij heeft het niet echt heel veel zin meer. Ik ga gewoon soms een lekker warm douchen. En dan ga ik lekker in bed liggen. Dus dat was mijn dag alweer van vandaag. En ik liet jullie trouwens vanochtend die bloemen zien. Die ik van Chloe heb gehad. Die dus al 7:30 hangen. Maar deze... Oh, je ziet het nou eigenlijk niet zo goed. Ze hangen nu alle 2. Super sneu. Gelukkig heb ik er nog een mooie foto van kunnen maken. Maar goed. Oké. Dit is weer het einde van de vlog. Heel erg bedankt voor het kijken. En welterusten. En ik zie jullie morgen weer met een nieuwe vlog. Dus ik hoop dat ik dan wel alle beelden ook goed film. Dat rusten, doei!